Op 5 november 1951 hangt een grote gebeurtenis in de lucht. Kijk, daar staat iemand op de uitkijk. Ziet hij al iets? Nee, blijkbaar niet. Dat kan ook niet, want de elektrische locomotief waar het om gaat, wordt pas uit zijn loods gehaald. Maar even later is hij al flink op gang. De uitkijkpost heeft kennelijk ook iets in de gaten gekregen. En daar is hij dan, statig en majestueus. Nederlandse Amerikanen met intercities in de duinen bij Zandvoort. De 1200 kwam bijna overal, maar een stamroute was toch wel van Zandvoort naar Maastricht en Heerlen, via Amsterdam, Utrecht en Den Bosch. Dat kwam goed uit met de werkplaats in Maastricht, waar de loks in onderhoud waren.